Wij staan hier op een mooie zonnige Koningsdag in het Vondelpark. Oh, wat een blijheid. Want we gaan een leuk spelletje doen. Wij gaan op zoek op de Vlooienmarkt naar de beste gaming goodie, whatever, als het maar met spelletjes te maken hebt. En daar krijgen deze twee teams die naast mij staan 20 keer de ballen voor. Alsjeblieft. Ik hoop er geen drugs van, hè? Nee. En wat een dooddoener. Wat een dooddoener. We hebben hier Daniel, Caron en ons lieftalige cameraman Tom. En wat is jullie teamnaam? Wij zijn Team Thunderbirds. Team Thunderbirds. Leon, Peter en Johan gaan ook op zoek. En jullie zijn team? Jedi. Ja, daar winnen ze natuurlijk al best wel veel mee. Ja, hebben jullie ook een yell? Jazeker, bij een yell. Ik tel af. 3, 2, 1. Yell, yell, yell. May the force be with you. Ah ja, nee. Ja, dus. En jullie yell? 3, 2, 1. Banaan. Thunderbirds are go. Nou, met dit soort jellen gaat het helemaal worden. Dat weet ik zeker. Ja, wij gaan de markt op en kijken of er nog wat leuks, retro's of nieuws, whatever te vinden is. Ga je mee? We zijn bij het eerste. Oh, sorry hoor. We zijn bij het eerste standje beland. Ja. Ik zie nog weinig. Ik wist hem nog niet, hè? Maar wat denk je dat die vrouwen kosten daar? Ja, 5 euro ook weer. Per stuk? Want er zijn er 4. Ja. Ik denk dat onze eerste. Oh! Wat? Oh! Hey. Ik zou voor horeca de game gaan, though. Ik denk het ook. Kijk, ik denk 50 cent. Voor 50 cent hebben we hem sowieso mee. En gewoon records. Er kan er niemand in. Oh, no way! Maar dat is nul nuttig. Holy shit! Een heel Wii-pakket. Een knuppel. 50 cent? Yeah. Yes! We hebben ons eerste goodie binnen. Nou Leon. Leon, dat broekje, die korte, dat is jouw maat. Ja, zo leuk voor in het weekend. Ja, is toch gezellig? Ja, fucking kut game. 24 euro. Hou de rest maar. Ja. We kunnen snel gewoon weggaan. Oh. Big Beach Sports, dat moet het worden. Ja. Hey, we gaan jullie even op de schatstukken. Dit gaan we even filmen. Jongens, de eerste game ding is gespot. Wat is het? Jawel, made for speel is joh. Ja, echt hè? Maar wat is dat voor ding? Ja, die kan me nog herinneren toen ik echt een kleine Leon was. Ja. Maar volgens mij is dat een soort van machine waar je cijfers op indrukt en dan hoor je het hard op. Is dat geld waard? 50 cent. Ik denk dat we even door moeten zoeken. Oké. Ja, doet ze eerst de games, gaan ze geïnstalleerd. Ja, is het wat? Toppers. Toppers. Ik zie Lego Batman in ieder geval. Is wel vet. Is kwalitatief nog onvoldoende. Avatar en Winnie de Pooh. Ja, ik weet niet, ik vind het nog niet genoeg. Nou, Big Beach Sports zou ik laten liggen, maar die Lego Star Wars. Lego Star Wars? Ik ben vol. Ja, Caron, de bank. Ja, zou ik het doen? Ja, ik zou het doen. Oké. En de game is ours. Wij winnen nu sowieso natuurlijk. Hè? Kan haast niet anders. De Force in hun reet gewoon. Echt. Star Wars game, hot of flots. Als we nou niet winnen dan... We took their force away. Haha, with force. Oké. Okay. Even appen na ze ofzo. Ja. Even een fotootje appen na, Peet. Wat kosten ze? Die kost 8 euro. We hebben ze gevonden, Game Boy iPhone hoesjes, 8 euro kost ze, nee? Het zijn wel Game Boy iPhone hoesjes. Ja, ik vind, hoeveel heb je er nog?
Ik heb er nog twee. Ik denk... Ja, ik nou, drie zelfs. Ik denk dat we het risico kunnen nemen als we niks vinden hier later terugkomen. Ja. Maar ja, kijk, straks zit daar een nest van 1999. Dat zou heel ja. We houden het vast. We hebben maar 20 euro namelijk. Dus we hebben er nog drie. Dus als we niks vinden, dan komen we hier terug. Woe! Yeah! Oh yeah! Nummer 3. En hij mag in de tas. Hij mag in de tas. Yeah! Leon had een fucking goed idee, want hij ziet daar een grabbelton. Dan kun je grabbelen voor 5%. Ja, en de beste ontdekking wordt altijd in het rijm. Ik heb wel niemand verwacht. Misschien is het daar wel gewoon, weet ik wat, een PlayStation 3 of zo. Kijk, je weet het niet. Dus de eerste 50 cent gaat gespendeerd worden aan het grabbelen. Gaan we grabbelen? Het gaat gebeuren. Misschien vinden we de hoofdprijs erin. Het is spannend. Doe even een druk ton. Ja, ik voel hem zitten. Kan er voor deze meneer ook nog wat anders in stoppen? Ja hoor. What the fuck? Hier, de eerste buit is binnen. Oh, jongens, een poppetje van, wat is het? Dat is het Duplo. Duplo. Ja. Heel erg bedankt. En wij gaan gewoon weer verder. We zijn op zoek naar tofste game item. En we hebben heel veel. Dankjewel. Ja. Hey, succes met jou. Ja. Later. We hebben weer games gevonden. Ik zie wel Battlefield 3 voor de PC liggen. Dus het zal waarschijnlijk zal de code al wel gebruikt zijn. Het is zo eng. Je kan nu een gamepje kopen voor 6 euro. Je kan een gamepje kopen nu voor 6 euro meer. Je weet gewoon nog niet wat je tegenkomt. Oh, euro. Euro? Gaan we afdingen. Ja, euro. Maar we hebben nog maar 59 dankzij de grabbelactie van Leon. Waarvoor dank, Leon. Maar ik vind dat we voor gewone Xbox 360 games vinden niet bijzonder. Nee, daar gaan we ook niet meer winnen. We gaan naar Fetcher. Driver. Parallel. Ja, eigenlijk moeten we Avatar de game meenemen. Ja, dat is wel de slechtste. Gewoon echt alle Call of Duty. En het geheim van de schatkaart van Bossing haal je aan de bij. Alle Call of Duty's voor de Wii liggen erop. 3, 4, 5 en Black Ops voor de Wii. Holy shit. En de vraag is, doet hij het nog? Ja, dat kunnen we misschien even testen. Vragen of we hem even aan mogen zetten. Er zit wel een stylus bij. Dat is wel moeilijk, het is eigenlijk niet retro genoeg, hè? Ja, maar stel dat we hem voor 5 euro mee kunnen nemen, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Dat zou wel een hele goede zijn. Tom? Ja? Voor niet meer dan 5 euro, zou ik zeggen. Aan jou de eer. Gaan we ja? Hij doet het wel, hè? Ik vertrouw het niet, als hij niet aangaat, dan gaat de deal niet door. Dat is jammer. Dan gaan we door, helaas. Dan gaan we door. Hij moet wel aankunnen. We hebben nog gevonden, Lee. De Justin Bieber CD en klok. Gaan we het ook niet meer winnen met onze bezoekers, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. We hebben nog 19,50 euro en Johan heeft ons vet gevonden. Ja, jel, ben je de Force bewust, hè? Absoluut. Deze gevonden, een echte Wii-gun. Ik heb die het Jodem zelf ook wil hebben. Ja, die gaat straks handig. Ruzie komen, jongen. Ja. Hij kost 1,50, dus ik hoop dat ze terug hebben van 10. Dat kan ik betalen. Ik heb geen kleingeld, hè? Oh, jawel. 1,50 is hij. Ja. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. We hebben nog 18 euro. Hey, hoeveel is die Kinect Star Wars? 150. Hoeveel voor alleen de gouden controller? Niet alleen de gouden, want dan heb je nog een witte erbij. Kun je hem ook nog zo verkopen? Ah, ja, 150 gaan we niet afdingen naar 15 euro, denk ik. Ik denk dat we het gevonden hebben. Fuck, relax, is het compleet? Ja. Je moet er sowieso mee in. Hoeveel? 1 euro. 1 euro, daar doen we het voor. Ik heb gisteren. Ja, ik vind hem leuk, ik wil hem hebben. Ja, ik ook. Wat kost hem, mevrouw? Vijf. De knuffel. Knuffel. Wat wil je geven? Euro. Dat is 1 euro. Kijk. Yay! Squirtle knuffel. We hebben nog 17 euro over. Sprongstuk. Je hebt hier nog zijn snor. Ja, maar ik wil ook alleen maar de eerste druk, want toen had zijn snor nog. Toen het spel in de tweede oplage kwam, toen hij nog top was. Ja, nee, dit is een prime piece, 50 cent. Hij weet gewoon niet dat dit een collector's edition is. Hij heeft hier ook nog geen grijze haar. Nee, dit was de prime time van Peter Gellekes. Ja, dat was echt een goede hoogtepunt.